Goedemiddag, dames en heren. Dit is de eerste les bedrijfseconomie via YouTube. Dit is zowel de les voor 4 HAVO als voor 4 VWO. De boeken lopen namelijk behoorlijk gelijk. Hoofdstuk 11 gaat over de eigen onderneming. Hoofdstuk 9 en 10 hebben jullie zelfstandig gedaan, min of meer, met het boekje en met wat opgaven maken. Ik veronderstel dat dus ook als kennis, omdat ik daar niet heel veel vragen over heb gekregen. Die mag je uiteraard altijd nog stellen. Liefst bedrijfseconomie vragen op bedrijfseconomie dagen. Maar in deze tijd kunnen we daar wel wat van afwijken. Dat is niet zo erg. Het gaat over een eigen onderneming. En je ziet hier wat ondernemers staan. Drie succesvolle ondernemers. Bill Gates, Warren Buffett en Jeff Bezos. En een wat minder succesvolle ondernemer, Roy Donders, met zijn huispakken. En die is failliet gegaan en het is allemaal verschrikkelijk. Ik wil met je gaan kijken naar de oprichting van een onderneming. En dan niet de juridische kant, maar de marketingtechnische kant. Het minimale wat je kunt doen is het lezen van je boek en het zien van dit filmpje met het maken van wat opgaven. Maar je kunt het zo gek maken als je wilt. Je kunt hierin vastbijten. Ik heb wat linkjes erbij gezet. Die staan onder in de beschrijving. En gebruik die ook. Als je het leuk vindt, kun je erop doorgaan. Ik heb ook wat gedifferentieerd in het huiswerk voor HAVO en VWO. En ook voor de mensen die misschien wat meer willen doen, is er alle mogelijkheid. En dat maakt het ook al wat leuker. En dit is ook gewoon examenstof. Dus het is goed als je dit goed doorneemt. Daarbij heeft 4 VWO dit ook nodig voor de PO. Ja, dus dit is nuttig. We gaan het boek leren. Drie paragrafen. 11.1, 3 en 4. Paragraaf 11.2 en 11.5 dus niet. Je kijkt het filmpje, maakt er aantekeningen bij. Dat staat vrij helder weergegeven wat de aantekening is. Ik heb namelijk gewoon het boek erbij gepakt. Het boek zoals jullie dat ook kennen en hebben. Dit boek heb ik erbij gepakt en aan de hand daarvan heb ik mijn PowerPoint gemaakt. Dus dat is allemaal logisch te zien. Huiswerk maak je en kijk je na. Ik zal de antwoorden sturen. Vragen kun je stellen altijd. Welk medium maakt niet uit. Een appje of een mailtje. Het is allemaal goed. Daarmee heb ik qua introductie alles wel gezegd. Huiswerk 4 HAVO staat hier. Zet hem maar op pauze. Kun je het overnemen. Voor 4 VWO is dit het huiswerk. En ik communiceer altijd gewoon via present. Dus in present vind je je huiswerk. Als je een mail van mij krijgt, zie je in present dat je ook een mail hebt gehad. Ja, dus als je gewoon 's morgens present opstart en een bedrijfseconomie aanklikt, zie je daar alles wat je moet doen. Misschien moet je wat maken. Misschien heb ik er weer een filmpje geplaatst. Misschien verwijs ik je naar je mail. Dat kan, maar alles komt via present bij jou binnen. Goed, ter zake. Ondernemingen kunnen op twee soorten eigenlijk beginnen met ondernemen. En een goed voorbeeld daarvan staat in het boek. Het gaat over koken. Een kok koopt van tevoren zijn ingrediënten en gaat daar iets mee maken. Hij heeft een bepaald doel voor ogen. Van tevoren weet hij de middelen die hij nodig heeft om dat doel te bereiken. Een bepaalde maaltijd in elkaar te kloppen. Het rechterplaatje herken ik me soms wat meer in. Als ik 's avonds wat later uit school thuis kom, heb ik soms geen zin om naar de supermarkt te gaan. Maar heb ik nog wel wat kliekjes, wat restjes of wat aangebroken pakken, rijst, groenten, etc. En als ik die dan bij elkaar zou gooien, zou er best wel eens wat moois uit kunnen komen. Dat is natuurlijk een heel ander uitgangspunt. Er ontstaat met de onzekerheden die ik heb dat het misschien niet gaat smaken, iets nieuws. Zo kan het ook zijn met ondernemen. Traditioneel ondernemen gaat uit van causation. Bijvoorbeeld KLM heeft als doel passagiers vervoeren over de hele wereld. En ze hebben daarbij wat bekende middelen en daarmee willen ze dat doel dus bereiken. Ze hebben geld, ze hebben wat vliegtuigen. En het is dus gewoon een zaak van oorzaak en gevolg. Ik wil iets, ik heb een doel. Dit moet ik doen om het te bereiken met de middelen die ik nu heb. De doelmarkt kan KLM selecteren door marktsegmentatie.
En marktsegmentatie is een groep kiezen waar je je op gaat richten. Een segment is een groep, de markt is, ja, het zijn alle consumenten waar je op zou kunnen richten. En ik ga je indelen in 5 categorieën. Demografisch, dat gaat over deze zaken, afkomst, cultuur, religie enzovoort. Geografisch, waar mensen wonen, ook het klimaat hoort erbij. Sociaal-economisch, over de inkomen, opleiding. Psychografisch, voor levensstijl en persoonskenmerken hebben mensen. En gedragskundig, gedragskenmerken. De mate van gebruik, loyaliteit, blijven mensen bij je hangen? Net als mijn opa en oma die door hun ouders meegenomen zijn naar de Albert Heijn en sindsdien alleen nog maar daar komen. Als jij op deze manier helder hebt welk segment jij moet gaan benaderen, bijvoorbeeld Rotterdammers in de leeftijd van 20 tot 30 jaar met een modaal inkomen en die ervan houden om af en toe buiten de deur te eten en die qua gedrag, ja, nou ja, nog een gedragskenmerk erbij, misschien houden van hun vrijheid bijvoorbeeld. Dan kun jij misschien met jouw product, jouw marketing, waar we zo meteen op komen, wat beter afstemmen. Je kunt dan wat beter inspelen op een bepaalde groep mensen. Je moet altijd kijken, is die groep groot genoeg om winst te maken? Is die groep groot genoeg om het daarbij te houden of moet ik op twee groepen inspelen? Je kunt niet natuurlijk bijvoorbeeld voor een elektrische rolstoel gaan adverteren in een wijk met alleen maar jonge mensen. Dat is niet zo heel erg handig. Of met een heel hip product in bejaardentehuizen gaan adverteren. Of op bepaalde tijden op radio of tv waarop toch niemand luistert over wie het product gaat. Je moet dus goed kiezen welk segment je wilt gaan benaderen. Op basis van deze 5 kenmerken staan ook in je boek. Op het moment dat je segment helder hebt en dus ook je doelmarkt weet, op wie ga ik nu mijn marketing richten, dan kun je gaan positioneren. Ja, dus dan ga je een plek innemen en daar komen we zo meteen op terug. Een ander voorbeeld van het ondernemen is een wat moderner voorbeeld. Airbnb bijvoorbeeld heeft een hele nieuwe markt gecreëerd. Zij dachten namelijk hotels, allemaal leuk en aardig, maar het is misschien niet ideaal. Waarom zouden mensen niet gewoon hun eigen huis kunnen verhuren en daar geld aan verdienen? Zij hebben dus een nieuwe markt gecreëerd. Dus wat moderner. De middelen die er zijn, namelijk de huizen van particulieren, zijn het uitgangspunt. Het doel ontstaat bij deze ondernemers vaak gaandeweg. En er zitten wat onzekerheden in, omdat het vaak nieuwe markten zijn of markten met grote veranderingen. Het moet aanslaan, er moet draagkracht voor zijn. En hier horen 5 principes bij. En die principes die moet je zelf uit je boek halen. Ik heb ze ook hier staan hoor. Maar die moet je uit je boek halen. En kort voor jezelf beschrijven in de aantekening die jij voor jezelf gaat maken. Je kunt hem even op pauze zetten. Lees je 11.1 over effectuation, bladzij 153 in het HAVO-boek. En dat is in het VWO-boek ook die hoogte. Nou ja, 177 in het VWO-boek. Goed, 11.1 heb je voor jezelf helder. Ik heb er 2 links bij gezet, waarin het nog het een en ander over effectuation uitgelegd wordt. En dat zijn wel aardige bestandjes om even naar te kijken. De linkjes dus in de beschrijving hieronder. Goed, wat is het verschil vooral? Kausaal denken, dus met een oorzakelijk verband, is dat er ja, van tevoren iets vast ligt wat je wilt bereiken. En dat je dus, net als die kok, weet wat je moet hebben aan middelen om je doel te bereiken en dat je dat ook op die manier gaat doen. Bij effectual, dus bij effectuation, is het zo dat er middelen zijn en dat daaruit doelen kunnen ontstaan. Ja? Het is wel allemaal van middel naar doel, alleen.
Bij effectuation is het zo dat de middelen er zijn, niet bewust, maar dat het doel gecreëerd kan worden aan de hand van de middelen. Je bekijkt een markt, wat is er aan de hand? Welke middelen zijn er? En zouden we het niet gewoon eens compleet anders doen? Als je dit doorleest en dus voor jezelf wat verheldert, die vijf principes van effectuation, dan moet je voor jezelf de belangrijkste zaken ervan noteren. Het lijkt misschien een beetje vaag, alleen dit is wel een belangrijk plaatje. Middelen met een bepaald vaststaand doel tegenover middelen die een nieuw doel creëren. Gaandeweg ontstaat er een doel en gaandeweg baan je nieuwe wegen in een bepaalde markt of in een hele nieuwe markt. Uber is hier trouwens ook een goed voorbeeld van, hè? Geen taxi's, maar Ubers. Welke middelen hebben we? Iedereen heeft een auto. Waarom gaan we niet Uberen? Het marketingplan, daar staat het een en ander van uitgelegd in het boek. Marketing betekent getting the market, oftewel hoe kan ik de markt voor een product nu veroveren? In het boek staan genoemd de SWOT-analyse en de marketingmix. Voor VWO doe ik er nog eentje bij. Dat is wel aardig. Mooi documentje ook nog in de beschrijving erbij gezet voor jullie. De D-step-methode. Even goed erg inhouden. Als jij gaat ondernemen, maak je eerst een D-step en daarna een SWOT. Er zijn nog veel meer zaken, nog veel meer modellen, businessmodellen. Businessmodel van Porter, denkhoede van de Bono, et cetera, et cetera. Alleen ik wil dat je deze drie kent. Zit je op HAVO, lijkt het je leuk? Gewoon doen. Ja, pak het met beide handen aan. Een SWOT-analyse, daarvan zie je het volgende. Een SWOT-analyse, dat gaat over de sterktes, de strengths, weaknesses, de zwaktes, opportunities, de kansen en de threats, de bedreigingen. En dat moet je helder hebben voordat jij je onderneming gaat starten of voordat je een nieuwe actie doet in jouw bestaande onderneming. De sterktes en zwaktes, dat gaat over wat de jouw interne sterktes of zwaktes zijn. Dus de sterktes of zwaktes van jouw bedrijf zelf. De kansen en de bedreigingen zijn externe factoren. Dus wat zijn nou de kansen en bedreigingen van buitenaf? Ja, goed erg inhouden. Hier is er eentje uitgewerkt. Die kun je zelf dus doorlezen. Blijf ik niet bij stilstaan. Zet hem even op pauze. Lees hem door. Marketingmix. Als jij je product op de markt wilt brengen en de markt wilt veroveren, dan ga jij kijken naar een aantal zaken dat daar invloed op heeft. Het klassieke model is de 4 P's: product, prijs, plaats, promotie. Hoe kan ik met mijn productbeleid, mijn prijsbeleid, plaatsbeleid en promotiebeleid de markt nu krijgen? Ja? Zeker als je weet wat je sterktes en zwaktes zijn. Kun jij wel bepalen op welke manier jij met deze 4 P's erop in moet spelen? Ik zeg 4 P's, maar er zijn veel meer P's. Sommige bedrijven hanteren 9 of 12 P's. Je kunt het ook ja, zo gek maken als je wil. Bijvoorbeeld hier zie je prijs, plaats, product, presentatie, personeel en promotie. Dat zijn de 6. Je hebt ook nog people, planet, et cetera. Ja? Kun je best wel het een en ander over vinden. Voor VWO de D-step-analyse. En voor de D-step-analyse wil ik je verwijzen naar link 4 en 5. En dan gaat het erom hoe jouw bedrijf in de markt, wat de positie van jouw bedrijf is in een macro-economische omgeving. En macro-economisch betekent dus wereldwijd. Waarom? Is het zo dat McDonald's in sommige landen geen voet aan de grond krijgt? Dat heeft hiermee te maken. McDonald's speelt er ook weer handig op in door bijvoorbeeld halalburgers aan te bieden en in Nederland McCroket. Neem door wat de D-step-analyse is, bekijk de links en maak ook hierbij je huiswerk. Als er vragen zijn, hoor ik dat graag.